Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een waar we opnieuw 250 euro gaan investeren. Zoals we dat iedere maand doen in dit portfolio. Het idee hierachter is om eigenlijk een beetje de markt te kunnen verslaan. Tenminste, we gaan een poging doen om de markt te verslaan. Zonder al te veel risico te nemen. Want natuurlijk, hoe meer risico je neemt, hoe meer rendement je kunt maken. En hoe groter ook het verlies kan zijn. Het is dus juist belangrijk om eigenlijk een goed gespreid portfolio op te bouwen. Van aandelen die gewoon juist gewaardeerd zijn op dit moment. Of misschien zelfs wel ondergewaardeerd zijn juist. Want dat maakt het zo interessant. Dus ook in deze video gaan we 250 euro investeren. Al is het natuurlijk geen beleggingsadvies. doe altijd zelf nog je onderzoek naar deze aandelen. Maar dit zijn in ieder geval uh, aandelen of dingen waar ik naar kijk als ik een aankoop ga doen. En het aandeel wat ik deze keer wil gaan bekijken en wil gaan toevoegen is Intel met tickersymbool INTC. En als je de video's in de gaten houdt, dat aandeel heb ik eerder deze maand al een keer behandeld. In een video waarbij ik uh, aandelen vergeleek met elkaar, de semiconductors, ik kwam onder andere Intel naar voren. En ik heb toen ook al aangegeven van: dit is mogelijk al een interessant aandeel. Waar ik meer onderzoek naar wil doen. En eventueel ga toevoegen aan mijn portfolio. Nou, misschien ga ik het toen nog aan mijn eigen portfolio toevoegen. Maar tot dit moment ga ik het sowieso toevoegen aan het portfolio. Wat we dus in deze videoserie behandelen. Dus laten we het aandeel weer even gaan bekijken. En ten eerste, uh, we hebben dus bij die vorige video gebruik gemaakt van wat ik noem de epische aandelen-checklist. Die Google sp uh, spreadsheet waar je, bedoel, je eigenlijk aandelen snel een, een waardering kunt geven, een soort checklist kunt doen. Daar is redelijk wat interesse in en ik ga kijken of ik het mogelijk kan aanbieden. Dus ik heb een, onder deze video een link staan, daar kun je even je gegevens achterlaten, dan kom je op deze pagina. Geef even aan dat je interesse hebt. Als er dan genoeg interesse is, kan ik ook zorgen dat het ja, beschikbaar komt, het, uh, de sheet, of in ieder geval iets waarmee je aandelen kunt, uh, kunt vergelijken. En als ik dan iets te melden heb, heb ik ook je e-mailadres zodat ik je snel op de hoogte kan brengen, zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws rondom dit soort dingen. Gaan we dan kijken naar de epische uh, aandelen checklist? En ik ga eventjes inzoomen naar ongeveer dit. Dan hebben we hier dus nog even het aandeel Intel, uh, 87 punten volgens mijn scorelijst ga ik er eventjes heel snel doorheen, want in die andere video hebben ik het al uitgebreid bekeken. We gaan even kijken naar de aandelen scoren. Nou, waarom is het zo interessant? Het heeft een laag PE-ratio van 12,23 op dit moment. Een lage price-to-free cashflow, oftewel je betaalt 12 keer de free cashflow. Ook dat is goed. De PEG-ratio en de price-to-fair value zijn dan nou niet de punten waarop gescoord wordt, maar in ieder geval nog wel twee van de vier wat betreft waardering. En als we gaan kijken naar de winstgevendheid, de groei en de overige punten. Daar wordt overal iets op gescoord. Overal een punt op behaald. De netto winst 27%. Return on assets ver boven de 5% die we zoeken met 12%. Dat geldt ook voor return on invested capital. We zoeken 2%. We zien 17% uh, dividend vanuit free cash flow. Ja, zelfs bijna vier keer zouden ze het dividend kunnen betalen. Dus er wordt ook dividend betaald. Ook dat is interessant. Ze dus kopen ook eigen aandelen uh, op of in. Um, de afgelopen vijf jaar is het aantal uitstaande aandelen met 14% afgenomen. Dus ook dat is positief als aandeelhouder zijnde. Kijken we naar de omzetgroei. Die was 31% de laatste vijf jaar. De netto winst was. 103%, dus meer dan verdubbeld het afgelopen vijf jaar. En de free cash flow is niet tijd met 71 of 72% toegenomen. En als we gaan kijken, de beurswaarde, het is groot genoeg dat er genoeg volume is. De schuldenratio is goed, ze kunnen schulden gewoon aflossen als het nodig is. En de analistenverwachting is 15,4% boven de huidige koers. Dus ook dat is in ieder geval positief genoeg om een, ja, naar het aandeel te gaan kijken. En nou zijn dit de jaarcijfers, dus van de afgelopen. Van afgelopen jaar. Um, ze zijn gisteren geloof ik met uh, nieuwe, dat vind je eigenlijk de laatste kwartaalcijfers ook gekomen van het aandeel. Dus laten we ook daar even naar gaan kijken. En dan zien we hier de Earnings Presentation van het tweede kwartaal van 2021. Dus de, dit zijn de meest recente cijfers. Scrollen we even naar beneden dan hebben we een, een, een samenvatting. In ieder geval Q2, de omzet en de earnings per share, die zijn boven verwachtingen. En ze gaan ook um, ja, de, de verwachting voor het hele jaar naar boven bijschroeven. In ieder geval, ze verwachten nu op dit moment een groei. Um, ze zeggen ook dat dit nu het moment is van semiconductors, dat er heel veel vraag naar is en dat dat de komende tijd zo zal blijven. En gaan we dan kijken naar Q2, naar de cijfers. Dan zien we de revenue, de omzet, 18,5 miljard. Iets boven wat ze van tevoren dachten en 2% hoger dan uh, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De gross margin die is ook iets hoger en ligt nu op 59,2%. En de earnings per share zijn zelfs flink hoger, bijna 3, ja, 23 cent naar nu 1,28 dollar. En 28 cent, dus dat is heel erg positief. Kijken we naar nou waar die groei, omzet zo vandaan komen. Dan heb je natuurlijk de Client Computing Group. Daar zien we een, gro een groei van 6%. Uh, we zien hier een toename en ook een toename in de, de marges die ze hierop maken. Dus dat is positief. Waar het dan weer minder gaat is bij de Data Center Group. Daar zien we juist een omzetdaling van 9%. En niet alleen dat, ook de marges nemen af. Dus dit is een onderdeel uh, waar ik het trouwens ook eerder over heb gehad. Bijvoorbeeld uh, Apple komt nu met hun, uh, hun eigen chips. Um, ook andere concurrenten zijn bezig met chips waar de juiste datacenters wordt daar veel gebruik van gemaakt. Dus dat is wel een bedreiging voor Intel, al is Intel nog steeds een gevestigde naam. Ze zullen natuurlijk wel iets moeten doen om ook die positie vast te kunnen houden. Kijken we dan nog naar de outlook die het bedrijf heeft. Ten eerste voor het komende kwartaal, of eigenlijk het kwartaal dat nu bezig is. De omzet verwacht ze dus 5% hoger dan vorig jaar. De marge zal dan juist iets dalen naar 55%, oftewel 1,5% lager dan vorig jaar. Maar de earnings per share zijn dan wel weer hoger. En voor het hele jaar geven ze aan dat ze verwachten dat de omzet 1% toeneemt. Dat de, de marges hetzelfde blijven met vorig jaar. En dat de earnings per share uiteindelijk zullen het afnemen met 6% per jaar. En daar reageert trouwens het aandeel ook al op voor beurs, heb ik gezien. Maar dat gaan we straks even bekijken op het moment dat de beurs ook echt open is. Kijken we dan naar de verwachtingen voor het aandeel, te beginnen met de koersdoelen. Via Seeking Alpha zien we dat 43 analisten een waardering hebben gegeven, waarbij het gemiddelde koersdoel uitkomt op $65 dollar en $44 dollar cent, oftewel zo'n 20% boven de huidige koers. Bij TipRanks zien we 27 analisten en ligt het gemiddeld koersdoel op $60 dollar en $48 dollar cent, oftewel 12,5% boven de huidige koers. Kijken we naar de waardering op basis van de Discounted Cashflow-methode, dan komt de waardering op basis van de EBITDA-multiple uit op 101 dollar, oftewel 80% upside. En met de Revenue-multiple-methode, daar zien we dan juist dat de upside bijna 40% is, want daar berekenen we een fair value van 78 dollar. En hierbij zijn we trouwens uitgegaan van de koersen van gisteren. En schakelen we dan over naar de Giro om ook de aandelen te kopen voor deze maand. Dan zul je trouwens zien dat mocht je nog geen account hebben bij de Giro en wil je beginnen met beleggen, dat de Giro nu een actie heeft. Je hebt, uh, als je nu een account aanmaakt als nieuwe klant zijnde, kun je 50 euro te goed krijgen. Oftewel, de transactiekosten die je maakt tussen nu en 1 september, die kun je dan terugvragen aan de Giro. Dus maximaal 50 euro wordt vergoed. Je kunt natuurlijk al heel vaak uh, vanuit de kernselectie... Kosteloos ETF's kopen. Maar mocht je nou bijvoorbeeld een aandeel zoals Intel willen kopen, dan maak je daar transactiekosten over. En die kun je dus voor maximaal 50 euro terugvragen. Dus dat is extra interessant om te beginnen met beleggen. Wil je dus beginnen met beleggen via de Giro? Dan nou, klik dan op een link onder deze video om ook gebruik te maken van deze actie. En loggen we dan in bij de Giro. En dan heb ik hier het aandeel Intel al opgezocht. Dan zien we dat de koers nu wat lager geopend is. Inmiddels zo'n 4,5% onder. Ja, of ja, onder de slotkoers van gisteren, zoals ik eerder al aangaf, dat zag er voorbeurs al zo uit. De cijfers zijn niet zo positief ontvangen. Uh, ik denk vooral doordat de outlook minder positief is voor beleggers, dus dat zien we direct terug in de koers. Maar dat is wel positief, aangezien wij het aandeel willen toevoegen. Dat heb ik trouwens zojuist al gedaan. Ik heb zes aandelen kunnen kopen, uh, en de positie is hier nu in dollars. Maar dat was precies. Binnen de 277 dollar die ik nog op mijn account had staan. Ik heb 271 dollar euro uitgegeven, dus we houden nog 6 euro over. En dan ziet mijn portfolio als volgt uit. We zien hier inmiddels Intel tussen staan, dus met 6 stuks. Daar staan we nu al een klein beetje in de plus. Omdat ik, uh, ik heb gekocht net toen het min 5% was, dus een klein voordeel heb ik al gehad. Uh, we zien het aandeel wat ik de vorige keer heb toegevoegd, Citigroup. Dat zien we hier tussen staan en is dat een totaal? Uh, zo zien we het met 3% in de min en Corsair van de maand daarvoor helaas ook in de min. Microsoft doet nog steeds het beste met bijna 25% in de plus en ook onze ETFs doen het nog steeds erg goed. En zo hebben we dus opnieuw 250 euro geïnvesteerd en zitten we in totaal als we gaan kijken zo'n 95 euro in de plus op een inleg van toen 1500 euro, want die van Intel ga ik natuurlijk nog niet mee rekenen en dat komt neer op zo'n ongeveer 6%. En daarmee hebben we opnieuw 250 euro geïnvesteerd. Deze maand is dus in Intel. Een aandeel dat ik in ieder geval denk dat nog voldoende potentie heeft om ook mooi rendement op te maken. En mogelijk dus op dit moment wel eens ondergewaardeerd. Laat ook vooral weten hoe jij tegen Intel aankijkt. En doe dat via de reactie onder deze video. Of benoem ook eventueel een ander aandeel waar jij juist naar uitkijkt. Wat jij denkt dat juist een slim Aandeel is of een goede aankoop op dit moment en vertel ook vooral waarom je dat denkt. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. En wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken, een fijn weekend wensen en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.